Jacobine Zoer, bekend van het programma Urk, heeft gereageerd op de kritiek die ze heeft ontvangen na het cadeau van Michel Bibi, die een vaatwasser voor haar heeft gekocht. Onder een post van Shonews over het cadeau uit het programma, uit een persoon zijn ongenoegen. Nou, sorry hoor. Ik vind dit een beetje overdreven. Als ik de keuken bekijk, had ze zelf wel een afwasmachine kunnen kopen. Ze hadden het beter kunnen sturen naar mensen die het hier in dit land ook niet breed hebben. Het zijn leuke vrouwen. Maar ik had liever gezien dat het naar mensen gaat die het echt kunnen gebruiken. Iemand anders sluit zich hierbij aan: ze krijgt toch gewoon betaald voor deze TV-klus? Daar kan ze wel tien vaatwassers van kopen. Jacobine reageert hierop: wie zegt dat ik geen vaatwasser kan kopen en dat ik niet denk aan mensen die het minder hebben? Veel mensen tonen hun steun voor de URK, Ster. Een andere reactie luidt: PFF, waar maak je je druk om, mens? Jacquemin en Michel waren te zien in het laatste seizoen van Echte Meisjes in de Jungle. Jacquemin had gehoopt het programma te winnen, omdat ze met het prijzengeld een nieuwe vaatwasser wilde kopen. Helaas ging dit niet door toen Michel er met de winst van doorging. Tot haar verrassing kreeg Jacquemin toch een vaatwasser cadeau van Michel. In 2023 heeft Jacquemin besloten uit de serie Urk te stappen.